Ondanks alle maatregelen is zwerfafval nog steeds een groot probleem in Ede. Het is gewoon een groot probleem. Je ziet het vooral rondom ook de fastfoodketens. Daar zie je het heel erg sterk oppoppen. Je ziet ook bij hangplekken heel veel zwerfafval liggen. Daarom heeft de gemeente samen met het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie een project opgestart waarbij jongeren van het Streeklyceum zelf nadenken over hoe zwerfafval in Ede verminderd kan worden. Woensdag 25 januari mochten ze hun ideeën presenteren in het gemeentehuis. Ons idee is een beetje om stempelkaarten of statiegeld, om dat zeg maar, ja, gewoon meer waarde te laten geven aan bijvoorbeeld plastic producten en zo. Dat mensen gewoon meer in gaan leveren. En dit zijn bijvoorbeeld stempelkaarten, dit zijn dan ideeën die dan mensen kunnen inleveren als ze het vol hebben en dat ze dan korting krijgen op bepaalde producten. Denken dat jullie kans hebben om te winnen? Ik denk dat het wel moeilijk gaat worden, maar ja, meedoen is ook wel belangrijker dan winnen in dit geval. Welk idee presenteren jullie vandaag? We hebben een app ontwikkeld waarmee je prullenbakken in de buurt van Ede kan vinden. En hoe werkt die app precies? Hoe gaat dat werken? We hebben een app ontwikkeld waarin je, als je je locatie aan hebt staan, de 3 dichtstbijzijnde prullenbakken bij jou in de buurt kan zien op de homepage. En als je dan op je dichtstbijzijnde prullenbak klikt, dan zet hij de route voor je uit via Google Maps. Denk je dat je zou kunnen winnen met dit idee? Nee, denk ik niet. Het is nog niet helemaal compleet uitgewerkt. Wij hebben over opvallende prullenbakken. We hebben prullenbakken bedacht met felle kleuren en printen. Zoals bijvoorbeeld deze. Hier hebben we een print op de prullenbak. Dan hebben we ook nog spelprullenbakken. Met dat je bijvoorbeeld een basketbal net erboven hebt, zodat het een soort spelletje wordt. Ook hebben we ideeën over dat het eigenlijk meer op school gebracht moet worden over het probleem. Dat komt omdat we beter voor de wereld moeten zorgen en onze generatie is dat uiteindelijk die dat moet gaan doen. Want we leren op school natuurlijk over onze toekomst, maar als dit zo door blijft gaan hebben wij misschien wel helemaal niet zo'n hele lange toekomst meer. Nadat de jury kort vergaderde, werden er in de raadzaal de winnaars bekendgemaakt. Het is een hele mooie app geworden. En in die app kun je zien als je in de winkelstraat loopt waar een prullenbak staat. Wauw. Is dat niet innovatief? Super. Eigenlijk is ieder idee, het was gewoon een mooi idee. Hè? Je ziet hoe enthousiast ze ermee bezig zijn. Je ziet de een heel innovatief denken, de ander heel creatief. En ja, je ziet er ook een paar ideeën uitspringen. En zeker de nummer 1, die sprong er wel uit. Jullie hebben net te horen gekregen dat jullie hebben gewonnen. Hadden jullie dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Want het was niet heel geweldig goed uitgewerkt of zo. Maar ja, hebben jullie er wel hard aan gewerkt? Want ik kan me voorstellen dat jullie niet zomaar winnen. Ja, op zich wel. Ik heb er 3 kwartier over gedaan tijdens de les en dan thuis ook nog wat, maar niet heel uitgebreid veel. En na school. En na school ook wat, maar niet heel veel. Ja, wij doen projecten en gemeentes geven dan ons de opdracht om met een school een project te doen. Dus wij zijn projectleider. En dit project is een aardig groot project geweest. Hoe belangrijk vinden jullie het om kinderen te betrekken bij het probleem dat zwerfafval geeft? Nou, IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie. Dus alles wat met natuur en duurzaamheid te maken heeft, daar doen wij projecten voor. En zwerfafval is natuurlijk een heel groot probleem. Dus de gemeente Ede heeft ons de vraag gesteld, kunnen jullie met jongeren nadenken over het oplossen van zwerfafval in Ede? En het streek wilde daar wel graag aan meewerken. Als ik de leerlingen nu hoor, zijn ze ervan dus bewust van, dat gaan wij zo niet meer doen. Dus ik vond het wel leuk om de streekleerlingen op dit punt te horen. Hè, hoe ze het zelf ervaren hebben, hoe ze het zelf nu ook zien. Want ze geven nu zelf ook aan. Ja, we zien het nu ook echt liggen. Hè. We rijden er normaliter aan voorbij en nu worden wij getriggerd. Hey, het is zwerfafval. Hoe komt dat hier? En ze zijn er zich van meer bewust van hoe verontreinigd straatbeeld het geeft en ja, het hoort eigenlijk niet op straat te liggen, het hoort in de prullenbak.